Annemie Nijts heeft onlangs in Villa Politica in een interview gezegd dat je als Belgische politiekster geen al te groot beepgehalte mag hebben om serieus genomen te worden. En dit getuigt natuurlijk van zelfkennis. Waren het niet dat Annemie Nijts naar Belgische normen zelf juist een beep is van hier tot Hugh Hefner? Want België ligt natuurlijk dichter bij Engeland dan bij Italië. Zodat de gemiddelde Belgische politieker minder vlug een stijve krijgt van La Cicciolina dan wel van de camel toe van Thatcher. He, over necrofilie gesproken. Dus La Cicciolina die zegt, als God mij stemt, dan laat ik mijn tetten zien. Dus de volgende dag zit hij in het Italiaanse parlement. Terwijl hier in België is het juist andersom. Wij stemmen massaal met z'n allen op pakweg Margriet Hermans. Juist in de hoop dat hij de tetten niet laat zien. En zo heeft ieder land zijn eigen grammatica. Maar nu hadden we dus in ons parlement één aantrekkelijk wijf. Namelijk Fientje Moerman, daar gaat het over. Fientje Moerman is toch een soort Mireille Mathieu op 45 toeren. Die zelf speciaal voor ons onlangs nog op kosten van de staat wel een Spartaanse facelift had laten uitvoeren. Wel heel erg streng, die Fientje Moerman die is gewoon zonder kleren aan, 7 weken aan een stuk, bij de Antwerpse brandweer met haar wenkbrauwen aan een wasdraad gaan hangen. Totdat Patrick Jansen zei, nu is het genoeg geweest. Met als gevolg dat die Fientje Moerman haar ogen niet meer terug op mekander kreeg. He? Als een soort geestelijke kleindochter van Marty Feldman en Roos van Akker op speed. En zo heeft hij 40 dagen niet meer kunnen slapen, de hele tijd rondzitten in het parlement, totdat ze volledig, wegens overspannenheid, volledig haar ontslag zelf trouwens heeft moeten indienen. Het probleem is nu dus, als we nu nog erotiek willen in het parlement, dan zullen we moeten wachten tot Chris Peter Chartelle in zijn haar knoopt. En dan te bedenken dat Jean-Marie de Dekker heeft gezegd dat hij alleen nog maar het deksel van deze beerput heeft gelicht. Ik wil met dat seksleven van Jean-Marie de Dekker niks meer te maken hebben. Trouwens, waar gaat het eigenlijk over? Het gaat toch godkes over 200.000 euro. Oh godkes, 200.000 euro, dat verdien ik op één avond. Of ik niet echt, maar bijvoorbeeld Mark Uiterhoeven, die wel. 200.000 euro, oh godkes, bij Woestijnvis draaien ze daar nog geen halve dag mee. 200.000 euro, dat is nog niet genoeg voor een doos vrolijk brokken voor die hond van man bij het hond. Wat natuurlijk voor Samson misschien wel frustrerend is, maar ja, ieder hond zijn eigen vakbond. Bovendien, dat is dan nog het triestigste, die ocharme, die Fientje Moerman, die heeft die 200.000 euro ook nooit zelf gezien. He, er is een of andere dief mee gaan lopen, namelijk een zekere Guy Serraas. Dat is de schuldige, maar die krijgt er nooit te zien. Wel hoor je die af en toe op de radio. Guy Serraas, het diefje van Fientje Moerman is Guy Serraas. Dit was alweer een aflevering van Fantastisch TV.